Wat ik zo mooi vind, dat is dat wij als piepklein landje eigenlijk zoiets op de wereldkaart kunnen zetten waar dat iedereen van spreekt, maar dan ook iedereen. Onze Belgische bieren die zijn internationaal gereputeerd. We mogen daar ook echt chauvinistisch in zijn. Niemand anders in heel de wereld kan bier brouwen gelijk dan wij dat doen. Ik ben enorm gefascineerd door streekbieren, door zo wat karakterbieren en zo. Ik kan er echt van genieten, hè. Een goed trappistje op het gemak in de zetel. Niet alleen om te drinken is dat een fantastisch product, bier, maar ook om mee te koken. Allee, je kunt smaak oproepen, zoals een bittertje, een gebrande smaak, een karamelsmaak, dat je niet kunt met behulp van andere dranken. Gert begint zijn rondleiding door de wereld van het bier in de hopvelden van Ploegsteert. In de zomer oogsten ze hier hop als basisproduct om bier te maken. Maar in de winter groeit hier al een uiterst kostbaar topproduct voor de keuken. Hop Scheuten. Dag Luc. Hallo, dag Hart. Hoe is het? Goed met u, ik heb een beetje veranderd. Ja, dat geeft niets, jong. Dat geeft niets. Ben ik hier met de hobbykoks? Goedendag allemaal, welkom. Welkom op de boerderij van Luc, Luc Lahache. We zitten hier in Waasten, Ploegsteert, niet ver van Poperingen. We zitten hier ook aan de bron van eigenlijk een product waar we eigenlijk als Vlaming of Belg enorm fier mogen op zijn, denk ik. Zoals dat jullie hier kunnen zien. De hoge ranken. Ik denk dat jullie allemaal wel weten dat het eraan groeit. Hop, hop. Inderdaad, ja. Dus we zijn hier vandaag voor de hoppenscheuten. Voor de restaurateurs is dat wel een van de eerste vastje groentjes die eigenlijk op de markt komen. Hè? Ja, dat zijn de eerste nieuwe scheuten. Dat is het ontluiken van de lente, laat ons maar zeggen. Ja, absoluut. Luc is een van de weinige boeren eigenlijk die zijn passie voor hop nog bedrijft. Hè. Ik denk dat er nog een dertigtal boeren zijn hier nog in de streek van Poperingen, in de streek van Aalst. Ja, het zijn er niet meer veel ook dat doen. Ja, ze willen dat ook niet meer doen. Hè. Het is niet zo evident. Over de dag of vier, als je moest beginnen rapen, ging je dat al modder zijn. Ja. En dan soms zei dat zeker is dat je ze moet pakken en toen was zo van je vingers afslaan, dan ze plakken van de modder. En waarom dat natuurlijk zo zeldzaam is, dat is, je ziet, je moet hier maar zitten, hele dag op je knieën, plukken. En het is ongeveer, hoe lang plukte van een kilo, Luc? Ja. Vijf uur voor een kilo. Wat? Dus in regen, sneeuw, ja. Dat is wel. Als wij dat beloofden, moeten we dat leveren s'avonds. Dus we moeten verhouden. Ja. Het is eigenlijk een arbeid aan veel kost. Ja, natuurlijk. Ik kan het geloven. Je moet maar een keer eentje proeven en een keer er bevindingen zeggen. Je mag dat nu eten, denk wat het is. Dat is wel een beetje aardig, maar dat is niet heftig. Chance. En nou, wat proeft dat? Het is heel krokant. Een smaak. Zoet. Een beetje nootachtig, ja. Lekker krokant. Uiteraard bitter, omdat dat is de basis van ons bier. Hè. Bier is ook altijd een beetje bitter. Ook op, heel op het einde een klein beetje pikant, dat is een beetje pittig zo.